Yes, helemaal goed. Hoe vind je hem geworden? Ja, super. Ik heb kennelijk nog nooit goed passende kleren aangehad. Dus dat verschil merk je meteen. Ja. Ja? Bijzonder. Als je voelt, want hij zit mooi aangesloten op je nek en schouders, heb je genoeg beweegruimte? Zeker. Ja? Ja, hier kun je gewoon fijn in... Geen enkele stress. Top. We lopen hem samen door van boven naar beneden per onderdeel. Goed. Ga maar kijken hoe dat. Qua taillering, hoe vind je hem? Perfect. Ja. Zal je je jasje vaak dicht dragen of ook veel los dragen? Ja, als ik on the go ben los, maar als ik ga zitten of dat soort dingen, dan heb ik hem los. Kan je dadelijk, als je wilt, nog even kijken hoe die is, ook als je je jasje los hebt? Ja. Dat je even de verschillen kunt zien. Mocht je niet altijd het vestje eronder dragen, dat je hem ook alleen nog even met overhemd past. Voor de lengte van het jasje, dat is de lengte aan de achterkant. Hoe vind je die geworden? We zouden hem niet te lang doen, zodat hij ideaal. Vlot is. Precies zoals het goed is. Ja, vind ik ook. Ja. Zit keurig. Details zijn ook heel leuk. Ja. Denk ik. Ja. Echt te gek. Helemaal goed. Mouwlengte is het volgende punt. Draag jij nu een horloge of iets? Ja, die heb ik. Ja, precies. Dus dan moet dit. Ja, want hij is inderdaad nu wat ruimer, zeg maar, in je manchet. Dat kan ik zien. Het is op zich niet erg. Maar wel belangrijk nu natuurlijk met de mouwlengte. Ja. Dat afhankelijk van hoe strak je manchet is, ook dat je kunt zien hoe die eronder uitkomt wel of niet. Nou, hier draag je natuurlijk die. Dus ja, die meestal probeer ik die wel weg te werken. Ja, want zo is je manchet vrij strak. Ze gaan die onderdelen zullen of ik niet meer zien. Ja, het is ook niet het beste over, het is eigenlijk iets kleiner. Dus als het manchet iets ruimer is, dan zal die nog ietsje verder, zeg maar, naar beneden vallen. Dus dat zou eventueel wel kunnen. Volgens mij, perfect. Ja, want je draagt wel altijd een overhemd, hè? Ja. Ja. Verder qua de wijdte van de mouw en zo zit die keurig mooi aangesloten. En je voelt je er fijn in. Dus ja, dat is belangrijk. Absoluut. Als je je jasjes los wil knopen, dan kunnen we nog even zien hoe dat is. Dan heb je meer beweegruimte nog. Ja, precies. Hij valt goed. Ja, vind ik ook keurig. Ja, hartstikke goed. Iets wat je zou willen veranderen aan het jasje? Nee, hij zijn precies zoals ik me kan herinneren. Dus ja. Perfect, eigenlijk. Goed, top. Ja. Dan mag je je jasje even uitdoen. Dan kijken we eventjes naar je vestje. Ja, dat geeft hem wel. Geen honger. Nee, dat geeft niet. Ik doe het even zo. Ik had hem nog niet vastgemaakt. Dat zal ik voor je doen. Hoe voelt je vestje voor je? Ja, ook. Zit hier. Hij zit goed aangesloten, hè? Ja. Wel goed. Hoe vind je het model geworden? Heel mooi. Ja. Precies wat ik wilde. Ja, inderdaad, net met zo'n kraagje. Het is een hele mooie kleur. De achterkant valt die net over de broekpad, vest. Dus dat is inderdaad keurig. Hoe vind je de lengte aan de voorkant? Ja, ook mooi. Ja. Absoluut. Heb je het idee dat die van boven strakker zit en van onder ruimer is, het vestje? Nee, dat is helemaal egaal. Oké, ja, heel goed. Dus, top. Echt goed. Oh, ik heb alleen het idee dat hij hier misschien aan de onderkant een heel klein stukje strakker mag. Omdat je ziet dat hij heel licht een beetje naar voren staat. Ja, precies. Zie je? Dus dat zou je eventueel nog kunnen doen als je wil. Dan valt hij wat platter. Het is een heel klein puntje. Ja, als je het zo zou zien, precies. Ja. Wil je dat ik dat eens afspel, dat je het eens kan zien? Ja. Het gaat echt maar om een heel klein stukje, maar dat is net zo'n klein puntje op de i. Ja. Voel je veel verschil? Qua gevoel niet, maar het ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel mooi uit, inderdaad. Ik denk als je het verschil niet voelt voor het mooie, dan is het toch een moeite waard. Ja. Ja. Zeker. Top! Iets wat je wil veranderen aan het vest.
Nee, naast jouw... Naast de kleine, ja. Alternatie niet. Nee. Oké. Okay. Perfect. Helemaal goed. Vind je het fijn je vestje even uit te doen, dat we zo ook nog je jasje even los kunnen proberen? Dat is goed. Ja. Hoe voelt je broek voor je? Perfect. Zit die fijn? Ik zei net als tegen Jean-Paul dat voor het eerst dat ik wel een broek... Die goed past. Die echt past, ja. De broek is zo gemaakt, als je ze kwartslag wil draaien, dat hij van achter wat hoger zit en van voor wat lager. Dus het is als je hem aandoet, eventueel met riem of zonder riem, dat je hem even... Normaliter heb ik wel een riem inderdaad. Ja. Die zal dan zorgen dat hij zeg maar net ietsje hoger zit. Ja. Dus dat maakt het net nog even af. Maar qua lengte is hij, volgens mij is hij precies goed. Ja. En de wijze aan de onderkant, hoe vind je die geworden? Heel mooi, ja. Top. Wat je nog even mag doen, je ziet, om even te voelen hoe dat is. Of je hier ook gewoon in kunt... Ja, zeker. Geen enkele stress. Dit zit nog eraan. Je hebt mooie sokken. Helemaal in de kleur, ja, precies. Verder vanaf de zijkant kun je het model zeg maar zien van de broek, dus hoe die valt. Heb je het idee dat die afzakt, de broek? Niet echt, hè? Nou, minuscuul. Maar dat is denk ik omdat ik net ging zitten. Als dat ik kan, daar een centuur bij draag, dan is dat niet... Dat kan. En als je zegt van nou, ik heb liever dat ik hem zonder riem draag, dan kan je hem eventueel een klein stukje innemen. Oké. Dat is een beetje wat je zelf fijn vindt. Dan draag je meestal een riem? Ja, eigenlijk wel. En dan zou je het op die manier kunnen doen en dan hou je een klein beetje speling over. Precies. Alright. En als je je vest er niet onder hebt, dan zal je ietsje meer ruimte hebben misschien. Omdat je vest natuurlijk wat dikker is. Ietsje, maar niet veel. Dus het is... Ja, want hij zit even niet heel mooi aangesloten. Ja, hè? Ja. Je merkt het niet. Als je hem aandoet, altijd even goed. Ja, precies. Ja, heel leuk. Hoe vind je hem zonder vest? Want zonder is het ook mooi, eigenlijk. Ja. Ook ja. Keurig. Super mooie combinatie, ja. Top. Los van het vest, die kleine aanpassing aan de onderkant, is er iets anders wat je zou willen veranderen? Nee. Een broek of iets anders? Eigenlijk niet. Eigenlijk is het precies goed. Top. Ja. Kun je een combinatie ook eigenlijk wel. Ja, dankjewel. Ja. Heel goed. Leuk. Ja. Ja, ik ben ook erg tevreden over de broek. Hoe die is uitgekomen. Want daar kon ik niet heel goed iets bij voorstellen. Maar... Ja. Perfect. Ja. Hartstikke goed. Top. Dan gaan we je vestje voor je veranderen. En dan top. Komt het in orde. Yeah.